Goedemorgen, het is vandaag zondag 8 december 2019. Ja, lieve mensen thuis, ik lig weer in de deuk, want het ging natuurlijk weer net mis zoals gewoonlijk met de camera. Maar, we zijn er weer. Lieve mensen, we gaan vandaag hebben over Matthäus 9, vers 35. Een aantal mensen kennen deze tekst uit hun hoofd, wat heel fijn is. Eh, omdat deze tekst ook eigenlijk altijd op de boekjes staan die we bijna elke zondag meekrijgen. Maar zo zie je maar weer dat er heel vandaag geen boekje. Nee, ik zie jullie nu rondkijken, want vandaag heb ik geen boekje. Dat is bewust gedaan. Uh, normaal maakt iemand anders de boekjes. En ik had het met mijn dochter erover. Ik denk: nee, we doen even geen boekjes. Want ik ben benieuwd of jullie weten wat er staat. We gaan het even opzoeken. Matthäus 9, vers 35. Nou, op het grote scherm uh, staat het al. En uh, thuis, ik heb de NBG-Bijbel. En kijk even wat je thuis uh, wilt doen. Ik doe de camera iets beter zo. Dan kunnen jullie mij helemaal zien. En niet alleen het plafond. En mijn neus. Dat is ook handig. Matthäus 9, vers 35. De NBG-Bijbel staat daarboven. De aard van Jezus' werk. En hier wordt nog even geritseld. Dus ik wacht heel even tot iedereen hem heeft. Thuis kun je lekker op stop zetten. En dan gaan wij hem zo lezen. Matthäus 9. Vers 35. Het is nieuwe testament. Het eerste boek. Matthäus, Marcus, Lucas is het eerste boek. Matthäus 9, vers 35. Zo, jongens, thuis. Sorry, maar. Dat is ook zo'n half gezichtje. Het gaat niet om mij, maar ik kan me voorstellen dat je thuis denkt: Goh. het deelt de op de camera. Matthäus 9, vers 35. Komt ie? En Jezus ging alle steden en dorpen langs. En leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genees alle ziekte en alle kwaal. Dat is een hele mooie tekst, maar we gaan hem nog keer lezen. Want je leest er zo overheen. De aard van Jezus werk. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen. En verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de Oogst dat hij arbeiders uitzende. In zijn oogst. Waarom stopte ik nou net? Omdat die eerste regel al iets heel belangrijks staat. Er staat. En Jezus ging alle steden en dorpen langs. En leerde in hun synagogen. Wat betekent dat eigenlijk? Eén. De aard van de Heer Jezus zijn werk. Dat de Heer Jezus over en rond ging. Hij ging naar buiten. Hij bleef niet in de muren. Hij ging naar buiten. En hij ging in hun synagogen. Dat betekent. Dat God ook aan ons vraagt. God de Vader. Heer Jezus Christus. Met de kracht van de Heilige Geest. Om naar andere kerken te gaan. Naar andere leren te gaan. Want dat, dat is hier letterlijk wat hier staat. Maar iedereen, bijna iedereen leest over het woordje hun heen. En wat deed hij daar? In het Engels staat iets heel moois. Teaching. Preaching. Healing. Vanmorgen had ik in de auto had ik het over... wat betekent dat eigenlijk? Teaching. Dat betekent onderwijs. Je moet eerst onderwijs genoten hebben. Welk onderwijs? Geef die, lieve mensen, sorry, thuis gaat even mobiel af. Die wordt zo uitgezet. Kunnen we zo weer verder? Wat betekent onderwijs? Onderwijs betekent dat jij onderwijs krijgt... van een leraar van God... die de Heer Jezus heeft aangesteld... 1 Corinthians 12 hoeft niet 1, maar daar staat het wel, lieve mensen. De Heer Jezus stelt de leraar aan. Van die leraar moet je onderwijs krijgen. Dan krijg je eerst onderwijs. Dan vraagt de Heer van jou, Hebreeën 5, vanaf vers 11: Gezien de tijd had je leraar moeten zijn, dat jij preaching gaat geven, prediking. Daar stop ik even. Wat betekent het woord prediking? Dan denk je, nou, we gaan zondag naar de kerk. Hartstikke leuk. We gaan op de stoel zitten. De mevrouw of de meneer gaan drie keer, half of drie keer praten. En amen. Zo so min? We gaan naar de koffie. Dat was weer leuk. We vertelden een super week. Super week. We gaan een super week hebben. En de rest van de week denken ze niet meer aan God. Hoeveel mensen gaan na de preek wel eens met de mensen koffie drinken en vragen... God, wat vond je eigenlijk van de preek? Ik was in een luxe positie dat ik koffie mocht schenken in mijn oude kerk. Ik was daar zo blij mee. Maar er waren een aantal mensen die vonden schenken helemaal niet zo leuk. Zei, oh, hey, ik werd gevraagd om koffie te schenken. ik had zoiets dus van: ik wil elke week wel. Want terwijl ik koffie schonk, vroeg ik: wat vond je van de preek? Maar ik kreeg heel vaak dit antwoord terug: Ja, ik moet even laten bezinken. Ja, het was wel een mooie preek. Nee. Waar geen de preek over. Misschien heb jij iets anders gehoord dan ik. En dan dacht ik dat tijdens het koffieschenken. dan kun je even met elkaar praten. Want bijvoorbeeld het verhaal over Esther. Nou, ik dacht gewoon bijzonder dat Esther. dat, 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 dat Esther dat, dat, uh, haar volk redde. Maar anderen dachten: nee, wacht eens even. Ze had heel veel doorzettingsvermogen. Oh ja, zo had ik het ook kunnen krijgen. Maar ik kreeg acht van de tien keer terug. Ja, nou was een mooie preek. Ja, hij kan mooi spreken. Nee, maar wacht even, dan heb je niet gepredikt. Preach the gospel, jongens. Preach the, the waarheid. Waar, de waarheid. Preek het waarheid. Preek de blijde boodschap. Je moet er blij van worden, maar je moet er ook wat aan hebben. Want wat heb ik aan een preek? Als je niks aan hebt. Je ziet mensen gapen. Oh. Jongen, jongen. Hij is al twintig oh, Dat hoor je, dat zie je. Ik heb ook wel eens daarvoor gestaan. denk ik, oh, als ik, als ik maar niet zo saai ben, weet je wel. Ik, oh, jongens, als ik maar niet ga gapen. Maar heel vaak waren de mensen toch heel aandachtig. Ik denk, goh, maar het is niet omdat ik wat zeg, maar omdat de Heer Jezus wat zegt. En de mensen moeten er wat aan hebben. Dan ze hebben er geen zak aan. Waarom ga je dan soms naar de kerk? Omdat het dan zo hoort? Ja, sorry. Maar dan kun je beter in je bedje blijven. Daar heb je er niks aan. Dus eerst onderwijs. Dan, jij moet prediken. Niet van de kansel. In hun synagoge. Toen is gek volgende week zondag. Ga eens naar een synagoog toe. Ga eens naar een katholieke kerk toe. Ga eens naar de Joodse kerk op de hoek toe. En weet je wat je dan vindt? Fantastische mensen. Lieve mensen. Doe nog eens gek. Ga eens naar een moskee toe. Ja, maar je gaat niet naar een moskee, Marjolein. Ja, dat ga je dus veel doen. Ja, jullie ook daar op die bank daar. Lekker ja. Lekker een kopje koffie erbij, lekker koekje erbij. Jij ook? Ja, jij ook ja, daar. Ja, ik denk, je denkt, ik zie, hoe kan ze me nou niet zien? Nou, ik zie je niet, maar God zegt dat je daar op een bank zit, een kopje koffie. Dus jij ook. Kom eens van die luie kont af, jongens. Kom eens, wat, doe eens wat peper in je kont. Weet je waarom? Lauwe christen speelt God uit. Dan heeft hij geen zakken. Ja, ik weet, je ligt in de neuk, maar het is gewoon. Jongens, die lauwe christen, dat moet afgelopen zijn. Maar dat zijn we nog niet. Dan heeft de heer Jezus, deed teaching, preaching, healing. Onderwijs geven, prediken en wat komt er dan? Genezing. De afgelopen weken, God geneest de een naar de ander. Niet dankzij ons, hoor. Oh nee. Maar we beginnen altijd met onderwijs. En wat hoor je dan negen van de tien keer? Het eerste wat de mensen zeggen van: ik heb dat of dat, ik heb dat of dat. Ja, maar ik neem. Nee. En dan zeggen wij: nee, je hebt het niet. Je hebt er last van. Verbreek het in de naam van Heer Jezus Christus. Hou nou op met het slachtoffergedoe. Kap er nou eens mee. Maar de mensen zijn heel vaak baby. Logisch. Want ze zijn nog een zuigeling. Ze hebben geen idee van, van het juiste voedsel. Wie moet het juiste voedsel geven dan? Wij! Wij zijn ambassadeurs van Heer Jezus Christus. Maar we zijn geen baby's van 20, 30, 40, 50, 60 jaar oud, jongens. De bedoeling is, jij gaat naar de kerk, of je op straat, dat is nog heel veel mooier. Je hoort iemand, ik hoorde net allemaal getuigenissen vanmorgen, dat mensen te horen krijgen, Jezus houdt van jou. Maar wanneer heb jij gezegd voor het laatst tegen een ander, de Heer Jezus houdt van jou? Dat is jouw taak, hè? Dat is onze taak hier. Eerst onderwijs geven van de liefde van Heer Jezus Christus. De heer Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Weet je, binnenkort is het kerstmis. Over twee, drie weken. Gisteren was ik met mijn dochter, zat ik in de auto. We gingen de honden uitlaten. Het was donker. Maar waar wij waren was licht. Ik moest nog iemand afzetten. En toen zei ik tegen die persoon: Het is hier heel licht. Waarom? Er was op dat moment geen duisternis om ons heen. Het licht van Heer Jezus Christus was om ons heen. We gingen de honden ophalen. We gingen naar het bos. En we reden naar het bos. En toen zei ik tegen Kimberly. En op een gegeven moment eh, mijn dochter. Dus als je nu vraagt aan iemand wat is kerst, weet je wat je dan als antwoord krijgen? Eten, grobbetten, familie, films, kerstboom, lichtjes, de Noorderlichtjesparade. Ja, doen we ook al mee, maar dat hoor je later wel. Maar het gaat om Heer Jezus Christus. Ja, dan denk je misschien thuis? Noorderlichtjesparade. Waarom doen jullie mee? Om de liefde van de Heer Jezus uit te delen. Daarom doen we mee. En ja, als de organisatie zit te kijken. Uh oh, heb ik misschien een probleem. Maar I don't care. Want we dragen de liefde van Heer Jezus Christus uit. Weet je wat wij hebben mogen doen? We hebben 10.000 kaartjes mogen laten drukken. En weet je wat op de kaartjes staat? Een geel kaartje. En dan staat er: oh ja, ik heb het alweer uitgedeeld. Dus er zijn alweer op. Natuurlijk, ach, ik krijg gelukkig een kaartje terug. Ja, het is misschien slecht te zien. De koning, de koning en de koning is Heer Jezus Christus. De koning is hier. Heer Jezus Christus is gekomen. Dan denk je misschien, ja, maar de Heer Jezus is nog niet gekomen. Maar hij komt wel binnenkort, heel binnenkort. En ben jij er dan klaar voor? En als je dan daar staat, strakjes in de troonzaal, en de Heer vraagt aan jou, wat heb je eigenlijk voor mij gedaan? Ik heb aan jou gevraagd om de jongens op straat te zeggen: ik hou van je. Heb je dat gedaan? Misschien denk je: oh, dat heb ik niet gedaan. Maar vandaag is een nieuwe dag. Weet je, lieve mensen, we gaan zo nog een tekst doen. Vraag vergeving voor alles wat je niet gedaan hebt voor de Heer Jezus. Vraag vergeving voor al de zonden in je leven. Want als jij zegt dat je zonder zonde bent, dan ben je een leugenaar. Ik hè? Maak ook nog steeds fouten, maar ik ben geen zondaar meer. Nee, want de heer Jezus is voor mij, voor ons aan het kruis gegaan. Ook voor jou. Maar het is nog niet te laat. De heer Jezus staat nog niet aan de hemel. En laten we vanaf vandaag nu beginnen met teaching, preaching, healing. Nou denk je misschien thuis of hier, ja, maar wat kan ik nou uitdelen? Ja, Ik weet nog zo weinig, maar wat jij weet, kan jij uitdelen. De bediening van verzoening. De watte? De bediening van verzoening 2 Korinthe 5 vers 17 en 18. Daarin staat dat wij weten hoe wij naar God de Vader mogen komen. Wanneer ben jij voor het laatst als jij iemand verteld hebt hoe je in de hemel komt, hoe je wederom geboren wordt? Ja, maar Marjolein, dat durf ik niet. Maar wacht even, dat is onderwijs. Je gunt een ander de kans niet. Straks sta jij daar boven. En dan zegt hij: Lieve meid, lieve jongen. Jij, ik heb honderd... 20.000 kansen gecreëerd voor jou, dat jij een ander wat te kon vertellen over mij. Waarom heb je dat niet gedaan? Een collega van mij, vroeger zat ze in, 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 de, in de cafés en bars. En ze was, er was altijd een leegte in haar. En totdat iemand tegen haar zei, dat de Heer Jezus bestond. Want ze had over, wat doe jij eigenlijk zondags? En toen zei deze jongen, ik ga zondag naar de kerk. Vol bravo, ik ga zondag naar de kerk. En allemaal zo. <laughs> Ik ga uit van En zij dacht. Potverdikkie. Dat iemand daarvoor uit durft te komen. En ze ging praten met deze jonge man. En wat was ze blij. En toen bleek dat er meer mensen in haar omgeving christelijk waren. Omdat ze het liefde van de heer Jezus hadden ontvangen. Maar zij had nog helemaal niks ontvangen. Ze zat erna te hunkeren. Te wachten. Tot eindelijk eens iemand zei dat de heer Jezus van haar hield. Ja. Want iedereen had alweer wat, te, of ze was te mooi, of ze was te lelijk, of ze was dit, of ze was dit, of ze was te klein, of ze was te groot. Maar de heer Jezus deed dat niet. De heer Jezus zei gewoon, ik hou van je. En daar zat ze op te wachten. En deze dame, dat is er nu een fantastische dame in Gods Koninkrijk. Die van de daken schreeuwt. Jezus komt! Woehoe! Word wakker! Dat moeten we doen, jongens. Ja, word wakker, jongen. Niet slapen. Weet je waarom niet? Dat slapen is voorbij. Want we hebben net gelezen dat die arbeiders er niet gewoon niet zijn, haast. Dat laatste stuk, jongens. Matthäus 9. Het laatste stuk. Daar staat. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de heer Jezus zegt tot zijn discipelen. Wie is het discipel? Een persoon die gedisciplineerd achter de heer Jezus aanwandelt. Die de heer Jezus wil volgen in alles wat hij doet. En dan zegt hij, toen zei hij tot zijn discipelen tegen ons, de oogst is wel groot. Waar is die oogst dan? In bijna elke kerk. In bijna elke kerk. Want Satan regeert boven voorin. hè. Satan heeft twee, tien rijen wel gereserveerd met een bakje gereserveerd. Waarom? Omdat bijna niemand, die demonen, een loer, en zegt: Flikker op! Jacobus 4, vers 7. Wij onderwerpen ons alleen aan God de Vader, die in Jezus en de Heilige Geest nu en die uit ons leven. Nee, maar dat doen ze niet. Ze gaan soms naar de kerk, want het hoort erbij. Dus van 9 tot 10 of van 9 tot half 12, kan mij schelen. Ze drinken nog een kop koffie. Ja, sorry, maar dan word ik pisnijdig op! En wij komen ze nog vaak tegen. En dan is het net zo bek, komen ze uit de kerk. Ja, sorry! En dan hebben ze zo smoel werk. En dan is maandags. Dan denk ik, waar is de liefde van de heer Jezus? En dan sta je langs de snelweg bijvoorbeeld. In een zeik regen. Met een lekker band. En ze zwaaien. Wat nou zwaaien? Stoppen. Help die persoon nou eens een keer. Nee, we moeten snel naar Nien. Nee. Jongens. Ja, het is eigenlijk op de lachen, Maar jongens, het is vreselijk. Het is echt vreselijk. En ergens bijna iedereen doet het. Vanmorgen, vanmorgen was ik bijna te laat hier. Maar ik ben nooit te laat hier. Want het is, in Gods Koninkrijk ben je nooit te laat. Want vanmorgen deden wij namelijk iets heel moois. Het regende dat het giet. Wij waren ergens, mijn dochter en ik, in het prachtige bos weer. En ik rijd naar met mijn auto. En dan is een mevrouw, die heeft zich helemaal ingepakt. Met een regenjas. En ik kom de aanrijden, Ze herkent mijn auto. Want ze staat ook zo blik op mijn auto. Rapture you ready. Dat betekent de opname. Ja, dan weet je dat even. Dus ik kon de aanrijden. En die vrouw die kijkt me aan. Want Die stort zich nog net niet in mijn auto. Die was zo blij dat ik aan kon rijden. Dus ik begin met haar halve als te kletsen. En dan begint ik te kijken naar de klok. Klok? Ik denk, ah! Ik moet. Ik heb de honden erin. Het was. Het was al heel laat. En ik moest ook nog iemand ophalen. En aan de ene kant dacht ik van, het is eigenlijk om te gieren. Maar deze persoon was zo blij. Zo blij. Dat we even de aandacht aan haar gaven. Want ze heeft drie keer hetzelfde verhaal verteld. Maar ze was zo gelukkig dat ik er was. En die honden, die waren bij mij in de auto. Nou, ik heb best een grote auto, maar ik kan geen 600. Dat lukte niet. Maar die honden waren zo blij. Maar die vrouw was zo blij dat ik, toen ik wegreed, zo'n big smile had ze. Want toen keek ze op de klok, denk ik, ja. Hmm, goed, nou, daar gaan we. En ik heb het, want ik moest nog iemand ophalen. En ik, ik haal dan mijn lieve collega op en zeg: Ja, voor God ben je nooit te laat. Ja. Nee. Maar dit was toch veel belangrijker, jongens, dat ik hier op tijd was geweest. Dit, jongens, dit is wat God van ons vraagt. Maar wat doen we allemaal? Nee, zo laat. We beginnen om negen uur, begint de dienst. En om tien uur is het afgelopen. En om vijf of tien lig ik in de auto. Zit ik in de auto, want koffieming. Hoppa! Maar waar is de Jezus dan? Hmm. Ja, daar hebben we geen tijd voor. Nee, joh. Nee, nee, nee. We moeten ook nog voetballen. Moet ook nog doen. En we moeten ook nog oma op, op, op bezoek. Ook heel belangrijk. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Maar de Jezus is veel belangrijker dan dit: Teaching, preaching, healing. Te alle tijden. Elk moment van de dag. Als jij daar gelegenheid voor hebt. En God zegt het tegen jou. Doe dat dan ook. En denk niet, God stuurt wel een ander. Nee, jij bent aan de beurt. Wij zijn aan de beurt. Want als wij het niet doen, wie doet het dan wel? We gaan nog één tekst doen. 1 Petrus 2. Ja, sorry jongens. Ik weet dat Jorry geen meestal lieve, fantastische preek. Doet je geweldig? Maar het is toch weer een pittige preek geworden. 1 Petrus 2. Komt ie. Ik ben voor 1 Peterus 2. En dan staat daarboven. Jezus Christus de hoeksteen. Maar moet je wel weten wat een hoeksteen is? Nou, de mensen die in de bouw werken weten wat een hoeksteen is. Een hoeksteen houdt alles bij elkaar. Wie houdt alles bij elkaar? Heer Jezus Christus. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Voor mij. En dan denk je misschien dat je thuis zit. Misschien ken je me nog van twintig jaar geleden. Dat ik stomme fouten heb gedaan. Ja, ik heb ook stomme fouten gedaan. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar wie ben jij om mij te veroordelen? Hoe, weet jij wie, dat ik vergeving heb gevraagd aan de Heer Jezus? Nee, was je er niet bent, Dan mag je mij ook niet veroordelen. Zo mag ik jullie ook niet veroordelen. Als jij vergeving hebt gevraagd aan Heer Jezus Christus, dan is het goed tussen jou en God. Want wat staat daar? Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huigelarij, maar ook roddel en achterklap. Weet je lieve mensen, er wordt heel vaak over ons gekletst. Och, die mooie lijn. Och, die en die. Och, die en die. Ja, maar weet je, wat ze weet je wat zij gedaan heeft? Nou. Weet je wat zij tien jaar geleden gedaan heeft? Nou, als ik dat <laughs> vertel, joh, nee, dat is vreselijk. Nou, moet niet met haar omgaan hoor. Nee. Kwaadsprekerij. Het erge is, de mensen gaan erin mee. Als jij een mand appels hebt en je hebt één rotte appel onderin, dan worden al die appels worden aangetast. Dat is vreselijk. Maar je gunt een ander ook niet een schone bladzijde. Wat gebeurde er met die vrouw die zeven mannen had gehad bij die put? Zij je eens doen. Nou, sorry hoor. Maar met jou komt niks. Aan. Nou, dat had je maar niet moeten doen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei: ga heen en zondag niet meer. Wat deed hij met die man aan het kruis? Die ene man, ja, die was onrespectvol, maar die andere. Dat was een moordenaar, een dief. Een, een... Hij hing naar. Hij zei: Ik, 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 ik hoor je. Zijn hier je eens toch? Eigen schuld, die ik, wil? Nou, ik heb wil. Nou, per gat. gehad. Ja. Nee. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Lieve mensen, zullen we afleggen de kwaadsprekerij van een ander? Maar op het moment dat wij leugen spreken, negatief spreken over een ander, heeft de ander daar ook last van. Daar kunnen wij last van krijgen. En weet je wat, wat erger is? Wat vreselijkste is? Dat Satan lacht. Voor in de kerken. Hij is een prachtig plekje. Want de voorganger, een dominee, doet toch geen do demonen uitdrijven? Sommigen wel hoor. Ho, 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 ho. Jongens, als je aangesproken voelt, dan denk je dat jij een probleem hebt. Voel je je niet aangesproken, dan denk je: yes, dan zit je op de goede weg. Dan weet je meteen. Ja, God, dan weet je meteen. Waar jij aan moet werken. Lieve mensen, als jij een koekje hebt gejat uit de koektrommel van je ouders vroeger. En je moeder komt met de koektrommel binnen en je voelt je schuldig. Is dan de moeder fout? Het koektrommeltje of jij? Als je nou ook gaat praten over de koekjes, dan denk je. Nou, nou eens over die koekjes. Dat betekent dat jij een probleem hebt. Als ik jou nou gekwetst heb, dan heb ik jou niet gekwetst. Dat is God, de Heer Jezus, de Geest, die in jou de ogen opent en je hart opent. Stop. Met leugens. Stop met kwaadwilligheid. Stop met bedrog. Stop met huichelarij. En dan staat er: En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Maar dan moet je wel weten wat het is. Ja, gaan we weer. Onderwijs. En dat ga ik je vandaag niet geven. Nee, ik ga je alleen een tekst geven: Hebréo 6, vers 1 tot en met 2. Zelfs op veetschool staat het helemaal uitgebreid. En dan zul je een aantal dingen zien die je als pasgeboren baby moet weten. En als jij een voorganger bent of een bijbelleraar, dan moet jij deze, Hebreeuwse 6, vers 1 tot en met 2, naadloos kunnen vertellen en uitleggen. Kan je dat niet, dan heb jij een probleem met God straks. Want dan ben je niet de leraar die God jou heeft aangesteld. Hoe kun je een ander wat vertellen als je het zelf niet weet? Hoe kun jij van een kansel spreken dat de Heer Jezus redt, maar je vertelt niet hoe de mensen gered kunnen worden? Want God heeft jou macht gegeven om kinderen van hem te worden. En daarmee eindig ik. Maar dan moet je wel een kind worden. En hoe doe je dat? Dan geloof je in je hart. Dat Heer Jezus Christus de levende zoon van een levende God is. Dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gegaan en opgestaan is uit de dood. En dan spreek je dat ook nog eens uit. Met kracht, met je verstand, met je hele hebben en houden. Dan zeg je Heer, ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan en opgestaan bent uit de dood. Dank u wel Heer Jezus. Dat u van mijn zonde bent gestorven. En vader, vergeef mij. Heer Jezus, vergeef mij. Heilige Geest, vergeef mij. Dank u wel dat u mijn zonden vergeven heeft. Maar ik vergeef ook mezelf. En dan mag je, dan ben je zijn kind. En dan krijg je de Heilige Geest als onderpand. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je zijn ambassadeur. En dan zegt de Heer: Kom op, jongens. Teaching, preaching, healing. Amen.